In haar werkruimte in de Leeuwarder Floris Verster Ateliers maakt beeldenkunstenaar Marsje van der Ven designlampen en meubels, maar ook beelden, collages en tekeningen. Haar ontwerpen maakt ze van hergebruikt materiaal. Ik werk veel met staal en vooral met oude onderdelen van fietsen, van motoren, van alles wat ik op de oud ijzerbult vind. En dan veel onderdelen van dingen vind ik heel mooi. Dus ik neem heel veel onderdelen mee en daar, van daaruit ga ik aan de slag. Oud ijzerbult, wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, oud ijzerhandels. Waar ze, het oud ijzer wordt daarheen gebracht als mensen het niet meer nodig hebben. En ik kom het daar weer ophalen. Omdat ik het wel nodig heb. Dus je loopt daar echt een beetje, bijvoorbeeld firma Cohen in Leeuwarden? Ja, Cohen en Van de Meulen. En in Jubbega zit een mooi oud ijzer. En overal waar ik kom, kijk ik of er ook een oud ijzer zit. En dan ga ik er even heen. Ja. Kunst of toegepast? Ja, in mijn geval vaak toegepaste kunst. Ook wel, ik vind het op de een of andere manier heel leuk als je er iets mee kunt, zeg maar. Ik maak veel lampen en dat soort dingen. En af en toe ook wel eens beelden, maar op de een of andere manier, lampen is wel mijn favoriet om te maken. Ja, ik vind die lampen ontzettend mooi. Maar ik kan me toch voorstellen dat het in de huiskamer wat moeilijk is. Ja, dat valt eigenlijk wel mee volgens mij. Ja, je moet ervan houden. Het is een uitgesproken spul. Er zijn ook mensen die het heel lelijk vinden. Nee, het gaat niet om mooi of lelijk. Het gaat om, geeft goed licht. Ja, het geeft wel goed licht, ja. En het is dan kunst en ook nog functioneel. Dus dat vinden mensen, spreekt dan ook wel aan. Oké. Voor kan gebruiken. Ja. Wat maak je nog meer? Ja, van alles eigenlijk. Ik werk ook wel in opdracht. Ik doe, omdat ik veel met staal werk, doe ik ook wel lasopdrachten. Dus kasten, onderstellen, weet ik veel. Dat soort dingen doe ik ook wel. Maar ik werk heel veel vanuit materiaal. Dus ik heb ook wel bijvoorbeeld houten tafel van oude fruitkistjes gemaakt. Omdat ik de fruitkistjes heel mooi vind. En die strip ik dan helemaal en daar ga ik helemaal hout mee beleggen. Daar kan je dan mooie kasten en tafels mee maken. Maar ik werk ook wel met polyester. Het verschilt heel erg. Net wat er bij mijn idee past of zo. Maar het is per definitie altijd tweedehands materiaal waar je mee werkt? Of hergebruik, zeg maar? Vaak het meeste wel, inderdaad. Ik laat me wel inspireren door het materiaal ook eigenlijk meestal. Ja. Is dat de achtergrond of zo? Ja, ik weet niet. Ik vind dat, ik loop dan over de sloop en dan denk ik, dat is geweldig. En ik vind dat van zichzelf al mooi. En dan ga ik dat combineren en dan wordt het wat anders. En dan ga ik, ik vind dat mooi om op die manier te werken. Het zijn dingen die al een leven gehad hebben. Ja. Ja, en ik vind het ook mooi hoe materialen dan verroesten of oxideren. Of wat ermee gebeurt en dat het allemaal niet zo clean meer is. Dat vind ik ook wel mooi. Ja. Waar ligt voor jou de grens tussen toegepast en kunst? Dus toegepaste kunst en gewone kunst? Ja, vind ik moeilijk. Hoe ik het zie is toegepaste kunst heeft een extra functie, zeg maar. Dus dat kan je echt gebruiken. En kunst is om neer te zetten of aan de muur te hangen. Maar dat heeft niet verder een extra functie wat dat betreft. Maar dat is hoe ik het zie en hoe dat dan officieel is. Design, dat is dan vaak weer, geloof ik, eigenlijk dat er meerdere van gemaakt kunnen worden. Dus dat het in oplagen dan vaak weer gemaakt wordt. En kunst zijn allemaal unica. Dus, maar ja, ik vind het lastig. Mensen vragen, het maakt mij eigenlijk niet zoveel uit wat ik doe. Maar ik merk dat ik het zelf een naam moet geven, omdat mensen het anders niet begrijpen. Maar ik ben daar niet zo mee bezig of zo. Ik krijg gewoon een idee en ik wil dat maken. En wat dat dan precies is, dat maakt mij eigenlijk niet zo...
veel uit. Maar jij moet er een naam aan geven, anders denken mensen van, nou, dan begrijpen ze niet wat je aan het doen bent. Je schildert ook? Ik vind het heel erg leuk om toe. Af en toe heb ik daar een idee voor. En dat is echt één keer, misschien twee keer in het half jaar of zo. En dat is meer een situatie die ik tegenkom. Ik hou wel heel erg van teksten. En daar bedenk ik dan wel eens een beeld bij of zo. En dat is meer wat voor de gein of zo, dan dat ik dat echt, Geen plan om mee te exposeren? Nee, heb ik wel eens gedaan. En dat vond ik eigenlijk ook wel leuk. Maar mijn beeldende werk, mijn 3D-werk, dat is gewoon mijn werk. En dit is een beetje wat ik er leuk bij doe af en toe of zo. Je geeft ook workshops voor kinderen en ook voor ouderen. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, mijn workshops. Dat is heel variërend. Ik werk van peuters tot en met, op de NAL geef ik ook wel workshops of les. En ook, dat voor ouderen? Ja, dat zijn bijna jongvolwassenen, zeg maar, of zo, volwassen. En ook wel voor volwassen mensen, ja, van alles eigenlijk. Ik vind het heel erg leuk om, wat ik vooral probeer te doen, is met nieuw, andersoortige materialen te werken, zeg maar. Wat ik zelf ook doe, van niet met klei of met, wat mensen al veel kennen, maar gewoon met plastic smelten of met wat anders. Dus dat... Je gaat met de hele club naar de firma Cohen? Dat heb ik ook wel eens gedaan, ja. Dat is leuk, ja. Ja. Dat vooral kinderen wel leuk vinden, denk ik. Ja, vinden ze heel leuk. Ja, en het is ook heel leuk van, wat ik dan met ijzer doe, dat kunnen kinderen bijvoorbeeld met plastic inderdaad. En als ze dan zelf gaan verzamelen en zien dat je met afval eigenlijk ook dingen kan maken, dan brengt dat weer nieuwe dingen op gang. En dan kunnen ze thuis ook met dingen knutselen waarvan ze helemaal niet wisten dat het daar ook mee kon. Ja, misschien ook wel probeer ik op een andere manier te kijken of te denken of zo. Ik merk dat kinderen, die kunnen dat nog best wel goed. En als vanaf groep 5 wordt dat volgens mij steeds minder. Van dat je gezichtjes in dingen ziet of dat je dat los associëren of zo, zeg maar. Dat probeer ik er een beetje in te houden. Is dat hergebruik dan ook belangrijk? Ja, omdat je dan al vormen hebt waar je vanuit kan gaan. En dat vind ik wel, dat doe ik in mijn eigen werk ook. En ik probeer dat over te brengen ook, dat heel erg leuk is om te doen. Nou, wat ik wel vaak doe in opdrachten is dat mensen zelf met materiaal komen of materiaal hebben waar ze iets mee willen of zo. En dat ik daar een toepassing bij verzin. Van zo heb ik laatst een hele grote lamp van cv-buizen gemaakt. En ik maak dan bijvoorbeeld wel, ik heb een hele serie lampjes gemaakt van fietsonderdelen. En heb je ook wel van die mensen die dan een oude racefiets, we hebben ze heel veel kilometers opgemaakt. En die kan natuurlijk niet weg, maar op een gegeven moment is een racefiets af gewoon. Dus dan ga ik van de racefietsonderdelen maken een lamp en dan hebben ze hem toch nog. Dan doen ze hem niet weg, maar dan staat die fiets niet meer in de weg. Dus dat soort opdrachten vind ik heel erg leuk om te doen. Ja. Ja, je werkt ook in opdrachten. Wat moet men daar nog meer bij voorstellen? Ja, het verschilt heel erg. Dat zijn wel, dat ligt meer in mijn straatje, zeg maar. Dat is ook mijn vrije werk, dat ik van oud materiaal weer nieuwe dingen maak of zo. Nou, ik heb ook bijvoorbeeld een keer voor een dokterspraktijk van allemaal oud doktersgereedschap heb ik een lamp gemaakt voor in de praktijk. Nou, dat soort dingen. Maar het gaat ook tot staalwerk, grote stalen kasten en heel uiteenlopend eigenlijk. Thank you.